Heb jij een scheur in je muur of plafond die je wilt wegwerken? In deze video leggen we je in een paar stappen uit hoe je dat voor elkaar krijgt. Zorg dat je de volgende benodigdheden in huis hebt. Begin met het wegkrabben van loszittende verf in en rondom de scheur met een plamuurmes, zodat het vulmiddel straks beter kan hechten. Ontvet vervolgens het oppervlakkig rondom de scheur met verfreiniger en veeg schoon met een droge doek. Pak nu het vulmiddel erbij. Dit kan kant-en-klaar vulmiddel uit de tube zijn of je mengt vulpoeder met water tot een papje bij grotere schade. Maak de scheur dan eerst nat met bijvoorbeeld een plantenspuit voordat je het vulmiddel aanbrengt. Je kunt nu de scheur vullen met een plamuurmes. Doe dit stevig langs de muur totdat je met de plamuurmes over de hele scheur bent geweest. Omdat vulmiddel krimpt tijdens het opdrogen, kun je de scheur beter in 2 of 3 keer opvullen dan dat je dit in 1 keer probeert te doen. Laat de vulling volledig uitharden en schuur deze vervolgens glad met schuurpapier, tot je de overgang met de rest van de muur niet meer voelt. Voel je nog steeds oneffenheden? Vul deze dan weer met een dun laagje vulmiddel, laat het weer even opdrogen en schuur het vervolgens weer egaal. Wil je nou ook een beschadigde buitenhoek zelf repareren? Klik dan op het i'tje voor het volledige stappenplan op onze website, waarin we je dat haarfijn uitleggen. Zo, op deze manier kun je met een paar handelingen de scheuren in je muur gemakkelijk zelf repareren om vervolgens te gaan verven. Heb je nog uitleg nodig over andere klussen in huis? Bekijk dan ook onze andere video's of abonneer je gratis op dit kanaal.